Dit weekend gaat de decembermaand alweer van start. En dus is het ook weer de hoogste tijd voor de traditionele kerstmarkten. Net over de grens in de Duitse Kleef werd vanmiddag alweer de kerstmarkt geopend. Opvallend is het aantal Nederlandse standhouders op de markt. Vaak ook afkomstig uit deze regio. De kerstmarkten zijn weer overal actief. Maar toch gaan Nederlanders vaak naar Duitsland om de kerstmarkten te bezoeken. Jullie zijn op een Duitse kerstmarkt. Waarom? Ja, waarom niet? Doen we ieder jaar. Alleen, wij wonen hier net over de grens, dus voor ons is het heel dichtbij. En gewoon even voor de gezelligheid. We waren hier met de camper en we hadden zoiets van, we willen graag naar een Duitse kerstmarkt. Het is altijd gezellig. Ook Nederlandse standhouders vinden het leuker om in Duitsland te staan. Omdat de sfeer daar gezelliger zou zijn. Waarom kiezen jullie ervoor om als Nederlandse standhouders op een kerstmarkt in Duitsland te gaan staan? Als klein kind vond ik altijd al leuk om een keer op een kerstmarkt te staan in Duitsland. En sinds een aantal jaren verkoop ik dus worsten. En ik denk, Duitsers en worst, wat wil je nog meer? Dus ik ga het gewoon een keer in Duitsland proberen. In Nederland is het stel niet veel voor. Ik weet, het is echt Duits, hè? Ja. De kerstmarkt in Duitsland is erg grootschalig en wordt druk bezocht. Hier in Nederland heeft Wil haar eigen kleine engelenkerstmarkt bij haar thuis voor haar buurtgenoten uit Weert. Omdat het in het huis van mijn ouders is, echt het oudershuis. En hier zijn de familie Engelen eigenlijk allemaal geboren vanaf 1840. Wil heeft deze kerstmarkt gemaakt met spullen die ze heeft gekregen van mensen uit de omgeving. Ze vindt het zonde om deze weg te doen, dus starten ze een kerstmarkt. De kerstmarkt van Wil is erg betaalbaar, omdat ze vindt dat ook mensen met een kleinere portemonnee naar de kerstmarkt moeten kunnen. Ja, de mensen weten dat we dit doen en die komen gewoon de spullen brengen. Of je staat 's morgens op en dan staat er een hele bult al achter het huis. Een kerstbal kost gemiddeld tussen de 10 en 15 cent bij Wil. Op de Duitse kerstmarkt kosten ze daarentegen gemiddeld 10 euro. 10 cent, 15 cent, dat is... dat kan ik in Duitsland niet verkopen. Dus nee. Het is eigenlijk opgezet voor de mensen met een kleine portemonnee. Dat vermelden we dan ook eigenlijk altijd in de advertentie van... Kom winkelen, kom shoppen met een kleine portemonnee.